Een hele goede morgen en ik ben in Almere samen met de hele grote witte beervoeten. Word je toch vrolijk van met zo'n witte hond die je de hele tijd achtervond. Pas op, sorry. Hier is hij. Ja, kom even bij me. Ja, ga maar even staan. Lekker wandelen met de hond in de sneeuw. En we liggen lekker in bed. We hebben net met het team handbal gekeken. Het is niet goed voor je hart, kan ik je vertellen. Het is echt niet goed voor je hart. Want elke keer dat het weer spannend werd, ging iedereen weer gillen en zo, weet je. Dat wordt helemaal niet goed. Maar oké, we zijn dus door. Nederland is door. Ze hebben gewonnen van Japan. Op verlenging. Dus nu gaan we lekker even een dutje doen. Het is slaap-slaaptijd, Sil. Een hele goede morgen en we liggen in bed. Ik ben heel druk bezig. Kijk, hier is mijn laptop. Ik ben hartstikke hard aan het werk hoor. Let's go training! Vanavond gaan we met het team lekker eten en dan hebben we allemaal hapjes gemaakt in het hotel, want we wonen natuurlijk met z'n allen. Dus dan gaan we met z'n allen hapjes maken en dan gaan we met z'n allen het Nederlands team kijken. Dus ik ben benieuwd. Twee uur later. Proud girl. Hele goedemorgen. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik heb echt slaapproblemen. Want ik kom dus niet in slaap of zo. Ik heb weer tot 1 uur wakker gelegen. Nou, zie ik er weer niet uit. En ik heb weer keelpijn. Ook als ik niet goed geslapen heb, heb ik keelpijn. Dus dat is... Zullen we even kijken waar ik op... Als ga ik op mijn mail. Ik heb een theetje mee. Is goed voor je keel, hè? En dan ga ik nu naar Almere, want daar heb ik een nieuwe afspraak. Ik denk dat iedereen gisteren wel Nederland gekeken heeft. Wat een spannende wedstrijd. Spannender dan nodig was eigenlijk. Dat was wel grappig, want drie meiden uit dat team, daar hebben wij tegen gespeeld voor de Europa Cup. Want die spelen namelijk bij Monnik Most. Nu moeten ze dus tegen Noorwegen. Nou, dat wordt natuurlijk wel een klein beetje een moeilijke opgave. Want we hebben gisteravond ook nog de wedstrijd Rusland tegen Noorwegen gekeken. Noorwegen is wel echt heel goed. Je hebt daar die Oftendal en je hebt Nora Murk. Oh my god, die mensen kunnen echt vet goed handballen. Echt vet goed handballen. Trainen? Ja, trainen. Wat moeten we daar nou over zeggen? Nee, het was echt zwaar. Maar ja, het hoort er helemaal bij. En donderdag is altijd sprintdag. Kort sprintjes. Oké, het was fucking zwaar. Het was heel erg zwaar. Dat kan ik wel vertellen. Het was dus 15 seconden sprinten, 15 seconden rust. En dat dan op de helft van het veld. En dat dan 12 keer. En dat dan 2 keer. Dus dat is pittig.
En dan tussendoor 3 minuten rust maar. Dus niet zo heel veel. Dus niet dat je even rustig kan uit. Maar, niet te vergeten, hebben we daarvoor natuurlijk gewoon nog 1,5 uur getraind. Hè? Het is niet dat het zomaar eventjes erbij komt. Dus dat de rest even wat rustiger wordt. Maar we hebben het allemaal weer overleefd. Ik moet zeggen, als je begint met sprinten, is het altijd heel vervelend. Echt naar gewoon. Maar op een gegeven moment, dan, ik denk daar gewoon niet meer na over hoe vaak we nog moeten. Ik ga gewoon. Dus als ik dan eenmaal bezig ben, dan komt het vanzelf. En dan hoor je vanzelf wel als iemand zegt, nog 2 of nog 3. En dan denk je, oh, nog maar 2. Maar 12 is wel echt veel. Kijk, 6 of zo, dan denk je van 5, 4, 3. Maar 12, dan moet je echt zo over die 10 heen. En die is wel echt zwaar. Daar moet je mentaal echt overheen zetten. Want ja, het is natuurlijk lichamelijk zwaar. Maar mentaal is het nog veel zwaarder. Omdat je dan elke keer denkt, oh nee, nog eentje. Pff, nee, niet weer. Dus daar moet je echt overheen gaan. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het overleefd. En nu voelt dat best wel goed. Als ik dan terugdenk, dan denk ik, yes, lekker zeel, goed gedaan. Yay, goedemorgen. En het is vrijdag. Mijn moeder komt zo langs, het is superleuk. En dan blijft ze lekker bij me slapen. Dus ik heb er echt veel zin in. Ik ga lekker lunchen bij het hartje van Zwolle. Dus ik ben benieuwd of het lekker is. Die meiden waren allemaal enthousiast, dus we gaan het zien. Goedemorgen en we staan in de keuken. Mijn moeder is in mijn kamer, die zich lekker aan het opdoffen en weet ik veel wat ze allemaal aan het doen is. En ik ben even eten voor ons aan het maken, want haar haar zat eruit, dus ik kon niet ontbijten in de keuken. Maar ja, het is 11 uur of zo nu, dus voedsel moet echt, want anders gaat mijn buik niet overleven. En ik heb vandaag wedstrijd, dus dan moet je wel een beetje veel gaan eten voor de wedstrijd. Dus ik ga nu lekker een eitje voor mezelf kopen. En koken en wat we daarna gaan doen, geen idee. Kijk, dit is toch lekker. In de spanning blijft in de wedstrijd. Lekker in bed. We hebben gewonnen. Ben ik samen met Milan. Ik heb mijn moeder even ingeruild. En nu heb ik Milan ervoor teruggekregen. Dus hebben we even geruild. Hebben ze.